Het pompstation in Groningen-Saramaca op de hoek van de Sidodadi en Tibitiweg zal niet worden afgebroken. Dat zegt districtscommissaris Shirin Bansidurga. De districtsraad wil dat de vergunning voor het opzetten van het pompstation wordt ingetrokken omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. Het pompstation wordt gebouwd op een terrein van 543 vierkante meter behorende tot het plein van Groningen. Volgens de districtsraad zijn de regels bij de uitgifte van deze grond ook niet in acht genomen. Bansidurga zegt dat er met de ondernemer zal worden gesproken om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Dus daar heb ik niet veel informatie momenteel over. Ik zal me laten informeren door de DS wat mis is gegaan en wat beter kan gaan. Maar dat hoort in zijn tijd. Maar is het de bedoeling dat die bouwsel wordt weggehaald vandaar of dat er samen wordt gewerkt om een oplossing te vinden? Sowieso samen wordt gewerkt om een oplossing te vinden, want als ik nu de opdracht moet geven om bouwsel weg te halen, is dat een verloren investering. En zoals ik eerder aangaf, is ondernemerschap stimuleren. Dat past het helemaal niet in dat kader. Dus we gaan kijken wat mis is gegaan, wat nog moet gebeuren, hoe we het anders zullen aanpakken. Districtscommissaris Shirin Bansidurga. Ze is er geen voorstander van dat het pompstation wordt afgebroken. De ondernemer kreeg alsnog de ruimte om zijn zaken in orde te maken.